Jee. Hallo. Hier Femke van Kijk vanuit de Heldere Bron. Met een video speciaal voor jullie. En ik deel wat informatie voor jullie. Hoe shift je nu door deze bijzondere tijd heen? En ik deel ook wat informatie wat ik bij een aantal klanten nu bij mij voorbij heb zien komen. En als ik het bij mijn klanten voorbij zie komen in de 1-op-1 sessies, dan weet ik zeker dat het ook bij jou speelt. En wat ik elke keer zie bij mijn klanten, is dat de meeste mensen totaal geen idee hebben wat er nu globaal speelt. Wat er collectief speelt, wat er op wereldniveau speelt. En waartoe deze tijd je uitnodigt, eigenlijk uitdaagt. En laat ik even de eerste case voorbeeld delen. Ik heb 2 klanten die heel erg tegen de regels aanlopen op werkniveau, werkgebied. En waarin jij, hoe ga je als ontwaakt persoon, hoe ga je om met de regels en de struggles van deze realiteit? En wat ik zie is dat men soms geneigd is om weg te lopen van wat er nu speelt. Vanuit het idee van, ik voel me niet begrepen, ik word niet gezien, ik word niet gehoord. Ik kan mezelf niet zijn. Dus kies ik maar de escape route. En laat ik je vertellen, er is altijd 1 echte ware escape route. Dat is je intuïtie. Als je intuïtie zegt, inpakken en wegwezen, dan is dat hetgene wat je mag doen. Maar wat ik nu juist zie, is dat iedereen tegen dezelfde collectieve problemen aanloopt. Hoe ga ik als ontwaakte persoon om met nog niet ontwaakte mensen? Hoe ga ik met mijn ideeën om, met mijn perspectieven om, tussen nog niet ontwaakte mensen? En daarbij mag je echt bewust zijn dat de pijn die je voelt, is eigenlijk de pijn die je jezelf aanricht door jezelf klein te houden. Maar vooral door jezelf vast te zetten in de constructies van het hoofd. Hoe het hoort te zijn, hoe het moet zijn. En ik kan je verklappen dat het voor heel veel mensen helemaal niet de bedoeling is om te ontslaan en een escape route te kiezen. Nee, om juist in deze tijd heel erg goed in verbinding te blijven met je intuïtie. Maar vooral ook in het bewustzijn, wat zijn nu mijn talenten? En het grappige is, ik zie altijd de talenten van mijn klanten. Ik zie de mogelijkheden. En het mooie was eigenlijk bij 2 klanten met wie ik op dit stuk nu heb gewerkt, kwam eigenlijk bij allebei de dames, kwam al naar voren dat hun talenten hebben. Talenten hebben die ze eigenlijk van zichzelf niet zien, ook niet bewust zijn. En dat soms ook je eigen angst van ik kan mezelf niet zijn of ik kan niet delen wat ik denk of wat ik voel. Verlaag die druk, alsjeblieft. Wees lief voor jezelf en ga ook de tools gebruiken die je hebt. Stel vragen. Soms creëert het absoluut niet meer omdat wat jij denkt en wat jij ziet, om dat zo blab op tafel te gooien. En er zit altijd nog een vorm van onzekerheid in jezelf op het moment dat je dat zo blop, dat het eigenlijk al aan je voorbij gaat. Ik kan je echt zeggen, iedereen zit in... Ik vloek af en toe. En soms, weet je, we zitten allemaal in dezelfde scheidsruit, weet je. We kunnen het niet mooier maken dan het is. En ik kan je ook vertellen dat iedereen op zijn eigen level, op zijn eigen niveau, is aan het battelen met dezelfde overtuigingen. Ik wil je nog een stukje dieper meenemen. Want wat ik ook heel vaak zie nu bij mijn 1-op-1 klantsessies, is dat mensen totaal ondergaan in en aan alles wat er speelt op energetisch niveau. Daarbij komen emoties van overweldigd zijn, het leven overweldigt mij, gestrest zijn, komen voorbij. En ik ben iemand, ik ben echt, ik scroll heel internet door. En ik ben allemaal op zoek naar, altijd voor mezelf, hey, wat voel ik? Wat speelt er in het collectief? Waar ben ik gewaar van? Wat is van mij? Wat is niet voorbij? Waar gaan we naartoe? Ik ben continu bezig met bepaalde vragen stellen. Omdat ik zelf ook heel erg geïnteresseerd ben in het grotere plaatje van deze tijd.
Even een korte herinnering. We zitten in het grootste ontwaakproces van de hele wereld. En heel veel mensen zijn er niet gewaar van, omdat ze simpelweg nog in hun eigen gecreëerde hamsterwiel zitten. Dat is eigenlijk: ik werk, ik eet, ik slaap. En dat zijn eigenlijk de drie hoofdvoorwaarden. Terwijl jij bent een oneindig wezen, een oneindig spiritueel wezen, die functioneert vanuit waarnemen, die functioneert vanuit leven vanuit je hart, die functioneert vanuit leven vanuit intuïtie. Helemaal niet. Ik werk, ik eet, ik slaap. Is nee. Het is een nieuwe dag. Het is een nieuwe wereld. En welke wonderlijke creaties. Wat kan ik vandaag creëren? Dat is eigenlijk hoe jij functioneert op je allerbeste. En vanochtend zag ik een hele mooie video. En in die video, serieus, ik heb pas 30 minuten van die video gekregen. En voor mijn gevoel heb ik 3 uur aan informatie in die 30 minuten doorgekregen. Waarbij een aantal dingen heel erg duidelijk oppopten. En wat ik echt heel graag met jullie wil delen is: wij zijn hier om te ontwaken, om ons bewustzijn te openen en om ons te realiseren en te herinneren dat we een evenbeeld van God de Creator zijn. We zijn hier om te creëren en we zijn hier dus dan ook om onze menselijke ervaring, het menselijke stuk, te beseffen van hey, waar gedraag ik mij als mens en hoe gedraag ik mij als Creator, als het wezen dat ik ben. En het mens denkt altijd in de vorm van ego en limitatie en beperking. En het wezen is altijd van, hey, wat kan ik creëren? Wat is er wel mogelijk? Ik verbind mij met universum God, waar jij je ook mee verbindt. En ik nodig de mogelijkheden uit in mijn leven. Wat is er wel mogelijk? We weten nu allemaal heel goed wat er niet mogelijk is. En waar zet jij je energie op? Wil jij je blijven focussen op alles wat er niet kan? Op alles wat gelimiteerd is en alles wat beperkt is? En wat er eigenlijk gebeurt, is dat jij je volledige levensenergie die verkrampt. En daar komt ook dat overweldigd zijn vandaan en dat gestrest zijn vandaan. Omdat jouw energie, zoals het bedoeld is om te stromen, om te flowen. En wat kun jij evengoed nog vandaag creëren? Wat ik zie bij mijn klanten is dat ze niet gewaar zijn waar ik wel gewaar van ben. Dat is de Schumann-resonantie. En ik deel dat met jullie. De Schumann-resonantie is eigenlijk de frequentie van de aarde. En de afgelopen maanden is dagelijks, vaak, zijn er echt extreme uitschieters. Wat de functie daarvan is, en wat ik heel duidelijk zie en wat ik vaak zie, is dat mijn klanten denken alleen maar, ik heb een probleem en ik bedoel dit liefdevol. Ik weet even niet hoe ik het anders blijf. Mijn klanten zit, mijn relatie loopt spaak. Ik voel geen vrijheid in mijn relatie. Ik heb een probleem met mijn lichaam gecreëerd. Ik kom er niet uit. Ik kan niet mezelf zijn in mijn werk, dus ga ik maar weg. Ik heb een conflict met mijn ouders, want ze begrijpen niet wie ik ben. En al diezelfde stukjes, dat speelt ook in het collectief bewustzijn. Dus wat jij van binnen ervaart, wat jij ervaart, de struggle die je ervaart in je relatie, of de struggle die je ervaart op werk, of de struggle die je ervaart met je ouders, of welke struggle jij persoonlijk op dit moment ook ervaart, dat is onderdeel van het grotere plan. En wat ik mij heel vaak heb gemerkt, is door mij te voeden met de informatie van hoe werkt het nu in het universum, maar ook van hey, wat speelt er nu in het collectief bewustzijn? Hey, we zijn met z'n allen massaal zijn we oude structuren omver aan het werpen. Dat doen we niet alleen op relationeel gebied. Dat doen we ook op gebied van healing met ons lichaam. Dat doen we op gebied van werk. Kan ik zijn wie ik ben? Kan ik mijn talenten delen en gebruiken? En hoe kan ik in hele logge structuren toch zijn wie ik ben? Elke keer weet ik wat er speelt. Dus op het moment dat als ik merk van hey, er komt een trigger in mijn relatie omhoog, dan weet ik eigenlijk al, oh, er is een volle maan of er is een planeet die op dit moment. En hier is die planeet. Wat ik heel vaak zie is de overtuiging van hey, het is Mercurius retrograde en nu loopt mijn hele leven in de soep. Nou, dat is niet hoe het bedoeld is. Weet je, die planeten die zijn hier om ons te ondersteunen in het proces wat wij nu collectief doormaken op aarde.
Dus het probleem wat jij hebt met je relatie, of waar jij ook het probleem ervaart, dat is een collectief programma, een collectieve overtuiging die geshift mag worden. En voor mij helpt het altijd heel erg om het te verbinden met de informatie van hey, het probleem wat ik heb is niet persoonlijk. Het is de uitnodiging om innerlijk vrij te zijn. Het is de uitnodiging om terug te keren bij wie ik werkelijk ben. En dat gebeurt er eigenlijk collectief. Dus deze boodschap is eigenlijk er ook eentje van hoop en liefde en zelfzorg. Met af en toe een vleugje potentie. Het is namelijk nu niet de bedoeling om nog verder het konijnenhol in te kruipen. Het is echt de bedoeling om te gaan realiseren van hey, waar loop ik tegenaan in mijn leven? En wat kan ik daarin nu shiften? En al die energieën, of het nu van de planeten is, of de energie van de aarde, wat eigenlijk al die functies is, die pushen als het ware omhoog. Het borrelt omhoog. En dat is waar het misgaat. Want jij hebt geleerd om je emoties te onderdrukken. Jij hebt geleerd om je gevoelens, gedachten, emoties te onderdrukken. En dat is waar het gaat schuren en klem komt te zitten. De uitnodiging van deze tijd is om niet meer als toeval te gaan bekijken. En om echt het collectief verhaal. We zijn hier om te ascenderen. We zijn hier om onze frequentie te gaan belichamen. We zijn hier op weg van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Allerlei namen voor hetzelfde proces. Maar vergeet niet, we zitten met z'n allen in hetzelfde proces. En daarvoor mogen we steeds meer met compassie en een open hart kijken naar de ander. In plaats van dat we onze eigen mening of onze eigen overtuiging willen bevechten voor strijd en gelijk. Het is heel gemakkelijk om niet te denken van weet je, ik heb een probleem en ik duik ervan weg. Maar juist het wegduiken van het probleem wat je hebt, dat zorgt ervoor dat het alive en kicking is. En nu komt weer hierin weer eigenlijk dat proces van het universum, de planeten. Als jouw spirit, jouw wezen die hiervoor heeft gekozen om die reis naar de vijfde dimensie te maken, wat ga je dan doen? Dan ga je het schaduwwerk doen. En dat is eigenlijk het minst favoriete onderdeel van de meeste mensen. Want dat is namelijk onderzoeken waar jij jezelf vasthoudt en limitatie en beperking. Inmiddels is het een van mijn favoriete onderwerpen om over te praten. Omdat ik inmiddels weet dat je in niets meer hoeft vast te zetten wat jouw pijn doet en wat je gevangen houdt in structuren en relaties waarin jij niet jezelf kan zijn. En ik weet van zoveel mensen dat ze nu niet zichzelf zijn. Nog steeds niet zichzelf. Dat ze wel de beste intentie hebben. Dat ze een liefdevolle relatie willen. Dat ze een liefdevolle verzorgende ouder zijn. En met alle wil en intentie is iedereen op dit moment aan het leren van hey, wat betekent het om echt vanuit onvoorwaardelijke liefde, compassie, respect voor elkaar te zijn? We hebben daarin nog een weg te gaan. Het afgelopen weekend waren er 3 portalen op rij. En na het eerste portaal liep ik buiten, dat was zaterdagochtend. En ik kon zo duidelijk voelen dat er iets geshift was. Ik denk, wow! Die energie die ik nu waarneem, dat is echt lang geleden dat ik dat in het veld heb waargenomen. Dus vergeet niet, lieve mensen, in welke donkere structuur jij jezelf je nu ook nog vasthoudt of vastzet. Het wordt tijd om daaruit te stappen. Het wordt tijd om terug te keren bij wie je werkelijk bent. En dat is de creator. Je bent de creator van je leven, de creator van je realiteit. En je bent hier om, we zijn met z'n allen, zijn we daarin op reis. Iedereen vanuit zijn eigen niveau, vanuit zijn eigen level. En daarin bestaat geen goed, fout, verkeerd, slecht. Maar we zijn hier ook om het met elkaar te gaan doen. En dat voel ik steeds vaker. Hoe kun je nu eigenlijk de verbinding met de ander aangaan? Zonder dat je de ander wil overtuigen van jouw perspectief. En dat is ook iets wat ik vorige week naar de school van mijn dochter heb gestuurd. Dat ik dacht van weet je, iedereen heeft een andere mening, dat weten we. Maar hoe kunnen we elkaar nu
Hoe kunnen we nu in verbinding zijn met elkaar voor de gemeenschappelijke doelen? Hoe kunnen we nu gezamenlijk voor de gemeenschappelijke doelen staan, ongeacht de mening die je erover hebt? Want ik weet dat er zijn altijd gemeenschappelijke doelen in relaties. Er zijn altijd gemeenschappelijke doelen in gezin. Er zijn altijd gemeenschappelijke doelen op werkniveau. Hoe kun je uiteindelijk voor het eindproduct gaan staan, waarvan iedereen weet dat het kan? Uiteindelijk willen mensen altijd hetzelfde. Altijd. En dat is de uitnodiging waar we nu in zijn. Nou, deze video is iets langer geworden als dat ik van plan was. Maar ik wilde jullie vooral een opsteker geven in het besef. A, je staat er niet alleen voor. B, kom uit je konijnenhol. En kies echt voor jezelf om niet meer die pijn, die density, die zwaarte van de derde dimensie te voelen. Dat is echt een keuze. Dat is echt een keuze om jezelf te informeren van, hé, hey, in welke bijzondere tijd ben ik eigenlijk nu op dit moment ontwaakt? En hoe navigeer ik nu in vertrouwen door deze bijzondere tijd heen? En hé, hey, wat speelt er op mijn eigen persoonlijke niveau? En zie ik soms een raakvlak met wat er in een niveau buiten ons speelt? En ik zie continu de overlap tussen de processen waar iedereen op persoonlijk niveau mee aan het battelen is nog soms. In gevecht is. En wat wij als collectief bewust zijn, uiteindelijk shiften naar de vijfde dimensie. Dus ik wilde heel graag met jullie deze video delen. En ik wil jullie ook een heel fijne dag wensen. Volgende week ga ik een masterclass geven over het innerlijk kind. Het innerlijk kind is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van waar jij jezelf vastzet, ook nog in de derde dimensie. Eigenlijk al het ongemak wat jij hebt ervaren in je leven tot nu toe, maar ook in andere levens, ligt opgeslagen in dat innerlijk kind. En wat ik met name ook zie de afgelopen jaren, ook in de 1-op-1-sessies, is dat heel veel innerlijk kindstukken continu omhoog komen in relaties. Waarbij je eigenlijk als de trigger, de pijn omhoog komt die je kent, de overtuiging, ik mag niet gezien worden, ik word niet gehoord, ik word niet herkend, ik word niet herkend en ik mag mezelf niet zijn. Elke keer als een trigger omhoog komt, boom, dan schiet je naar het innerlijke kind en dan ben je niet meer de volwassen beste versie van jezelf. En dan ben je op dat moment een conflict aan het uitwerken op relationeel niveau. Die jou pijn doet, maar die ook de ander pijn doet. En ik voelde heel duidelijk dat ik daarin een masterclass mag gaan geven. En al die versies van die innerlijke kinderen die we kennen, om die te gaan helen op het niveau van jouw bron. Zodat jij uiteindelijk die liefde en dat plezier en die lichtheid en dat avontuurlijkheid en dat nieuwsgierig zijn en ook de onbevangenheid, dus eigenlijk de hogere aspecten van jouw innerlijke kind, kan gaan leven. Want er is één onderdeel bij het zijn van een creator, dat is het avontuurlijk durven zijn. Dat is niet bepaalde durven te ontdekken. Dus mocht jij geroepen worden tot het innerlijk kindwerk, ik deel zo meteen hierboven de link. En je bent van harte welkom om daarin aan te schuiven. Lees ook even door welke versies van het innerlijk kind we gaan leren. En waar je jezelf in herkent. Want je hoeft jezelf niet meer vast te zetten in limitatie en beperking. Yes, nou, ik wens jullie een hele fijne dag. En tot gauw weer.